Ik ben Sean Domt en ik heb 10 jaar geleden mijn rijbewijs gehaald en vandaag, anno 2014, ga ik eens testen hoe het nog gesteld is met die rijkunsten. Ik heb alvast mijn kniebeschermers meegenomen. Dag Sean. Hallo. Ik ben Greet. Dag Greet. We gaan vandaag eens een rijtest opnieuw doen. Ja. Ik ga je de sleutel geven, alsjeblieft. Dank u. We gaan eens zien wat dat gaat geven hier. Ik ben benieuwd. Serieus. En zo stil ook, zonder muziek. Oh, een hindernis. Spannend. Filmt dat. We gaan toch maar naar het tweede gaan, om sneller te kunnen reageren. Niet dat ik de zaken wil benoemen, hoor. Here we go. Heel goed. Ik zet altijd muziek op om al te beginnen. Dan zeg ik, ja, wie niet, denk ik. Ja. Oh, amai, anders is dat zo heel... Of trommelen, hè. Die blikken van die mensen, dat is oké. Oh, daar, zeg. De ene die het aan het leren is. Succes, jongen. Kom maar, hè. Dat is het idee. Die oude mensen. Moeten leren. Wij hebben dat ook moeten leren. Ik heb goed nieuws voor jou, Sean. Is het waar? Ja, je bent geslaagd. Proficiat. Dank u wel. Proficiat. Serieus? Ja? Zonder... Ja? Ik heb correct geëvalueerd. Uw rijtechniek en uw remtechniek zijn prima. Okay. Zo een paar kleine opmerkingen heb ik over een voorrang van rechts die je gemist hebt. En één keer heb je iets te traag gereden. In een gewoon bebouwde kom reed je 30, waar je 50 mocht. Ja. Voor de rest is dat prima. Ja? Ja, heel goed. Amai, je doet dat heel goed. Tof. Ik vond het minder spannend dan natuurlijk, al even minder zenuwachtig was ik wel dan bij mijn echt examen. Maar alsnog was het toch een spannende gebeurtenis. Ik ben blij dat ik erdoor ben, dat ik geslaagd ben. Ik had het zelf... Ik zou liegen als ik zeg dat ik het verwacht dat ik erdoor was. Ik dacht, ja, met mijn 10 jaar verschil nu zal er wel wat sleet op gekomen zijn. Maar ik ben blij. En vooral dat ik dat kan doorsteken aan mijn maten en aan mijn vrouw. Hè. En bewijzen dat ik wel een goede chauffeur ben. Krijg ik daar toch een bewijs van?